Eén patat, voor wie? Zie je me niet meer? Ja, die is voor mij. Er staat er toch? Waarom ben je niet meer in het dorp? Zag me jullie niet meer zitten? Mij ook niet. Jou ook niet, nee. Je vond me toch leuk? Alsjeblieft, nog één patat. Ja, kom ze er op aan. Ja, ik zie ze komen. En voorop ligt Gerrit. Dat is Gerrit. Hij is los, totaal los van zijn concurrenten. Ik heb best wat te bieden. Oh ja, wat dan? Weet ik niet. Ik weet alleen dat ik je een geweldige meid vind. Kom maar terug als je wel wat te bieden hebt. Een gulden en dan sla ik 5 eieren op je kopstuk. Daar zit vast wel weer wat achter. Ik sla 5 eieren op je bavianenkoppenstuk en dan krijg je een gulden. Dat heb ik er wel voor over. Nou, ik wil ook wel weer eens lachen. Dat is veel te lang geleden. Nou? 5 eieren, hè? Doe je, hoor. Hij neemt je in de maling. Ga maar staan. Kom maar op dan. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4. Zo. Nou, ik vind het wel mooi geweest. Hij is braaf. Hé, wat? Zie je wel. Je zijn toch 5 eieren? Ja, en daarom neem ik deze gulden weer mee. Want het waren er maar 4. Daarbij. Ik hoorde het van Els. Vreselijk, man. Oh, Els, ja, ja. Van die jongens. Ik hou niet van planten. Zijn droogbloeiers, die hoeven niks. En kijk eens. Dat ze toch nog een beetje bij je zijn. God, daar knap ik voor op, zeg. Jezus. Oh, 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 oh. Ja, weet iemand wel op de buurt, hè? Dat het uitgerekend met jou moet gebeuren. We hebben ons lot niet in eigen handen, Herman. Nou, we het er toch over hebben. Hoe moet het straks met je huis, als jij er niet meer bent? Hou je dat aan? Zo de ju. Wat een spul. Martin Boks, wie bent u? Dat is mijn hotel. Zo? Ja, dit is wat. Ja. Nou, leg mij dan maar eens uit waarom er een moord is gepleegd in uw hotel. Ja, maar dit weet ik ook niet. Niet? Nee. Maar zolang wij niet weten wie het gedaan heeft, is dat daar mijn hotel. Ja, ik heb niks gedaan. Dus... Johan, jongen, had even gebeld. Ik wist niet eens dat je in Nederland was. Was het niet logischer geweest als u even iets had laten horen? Het was een complexe afweging. Alle spelers wilden mij. Leg het eens uit. Er zijn al genoeg problemen. En daarom kozen we voor iemand die niet gelijk de hele organisatie omgooit. Waarom zeg je niet gewoon wat de echte reden is? En die is? Dat u de enige bondscoach wil blijven met een prijs. Ik dacht dat ik heel duidelijk was. Of is dit uw manier om terug te slaan? Ik weet niet waar je het over hebt. Leo Beenhakkers heeft als trainer meer ervaring en meer titels als jij. Ik vind hem gewoon beter. Linksaf. Linksaf? Nee, ja. Maar ik werd bang van mijn eigen. Dus toen ben ik naar de dokter gegaan. Jij met een paar kuikens liggen stoeien of zo? Ja, ik moest vandoor je optreden doen. Ja, dit is mijn laatste. Om 7 uur ben ik vrij. 7 uur. Ben ik vrij. Dat moet je nog met zo'n kalm eigenlijk over. Hé, hey, je kan hem weggooien, Rijk, als je wil. Dat heeft dan geen waarde meer. Nee, nou, gooi hem weg. Gooi hem dan weg. Ja, oké. Okay, wees dan ook eens. Daar ben je zitten vergissen, zo rokkelig. Ja,